Murat Bouzidi. Ik ben een van de vechters van de Showtime. Een contract bij Showtime. Ik heb 82 wedstrijden gevochten en 13 keer verloren. 2 onderschrift. En ik vecht al een tijd. De laatste partij die ik heb gevochten was tegen Anderson Silva. Voor de Golden Glory toernooi. En die heb ik winnend afgesloten, dus nu even een periode van rust. Ik train nu al ook al iets van 6 jaar met Peter, 6, 7 jaar met Peter. Peter is een hele goede vriend van me. En hij helpt mij met mijn voorbereiding van mijn wedstrijden. En ik probeer hem een steentje bij te dragen aan zijn wedstrijden. Ik sta bij hem in de hoek ook, kom op te coachen. En we sparren heel veel. We doen samen de pestraining. Hij houdt voor mij op de pets en andersom. Dus we proberen zoveel mogelijk voor elkaar te betekenen. Op een positieve manier. Dus, het is net, het is een beetje gek om te zeggen, maar het is net Jezus die ze zien lopen. Het is echt, ze aanbidden hem echt. En het is wel mooi dat hij daar waardering krijgt voor het sport. Die man heeft zoveel gedaan. Die man is gewoon een levende legende. Ja, soms dan zie je hier, dan wordt hij gewoon niet behandeld hoe hij hoort behandeld te worden. En dat is af en toe wel jammer. Want het is echt een levende legende. Peter is wel echt een van mijn grote vrienden geworden in de sport. Die heb ik echt via het sport leren kennen. Verder ben ik niet zo'n druk te maken. Het zijn het allemaal aardige jongens. Ik heb de laatste keer tegen Braddock Silva gevochten. Jongen van Pancration, ook van hier. Een hele aardige jongen, een hele vriendelijke jongen. Toevallig moest ik 2 keer achter elkaar tegen hem vechten. Omdat ik daarvoor in Amsterdam Arena ook al tegen hem heb gevochten. Maar de loting van de Golden Glory toernooi kwam weer uit dat ik weer tegen hem moest vechten. Ja, dan moet je het gewoon zakelijk zien en dan moet je gewoon vechten. Maar met Peter zou dat niet gebeuren, zo makkelijk gebeuren, want met hem zou ik het niet... De vroege lachen, 2009, Sneger, Obama en Bimma niet vrezen. We konden niet spitten volgens Steven. Jullie wilden zelf een wedijverreesje spelen. En nu bibber je als kouvatten. De straten moet je niet tarten. Gekkels rauw op de beat als tartaar. Spit ik over Zuidoost, ben ik ineens barbaars. 9 jaar, nog een jongetje. En ik vond het gewoon stoer. Dat was het in het begin. Gewoon stoer en het zag er allemaal zo stoer uit. En ja, dan wil je dat ook. Dus zo ben ik begonnen met 9 jaar met kickboksen. En om mijn 11e, 12e wou ik eens een keer een wedstrijd vechten. En daar is het een beetje misgegaan. Sindsdien doe ik weinig anders. Het is echt gewoon vechten. En de laatste paar jaar ook professioneel. Dus het is mijn werk geworden. Dus, Het is een voortdurende strijd, het is een eeuwige strijd. Maar ik zal niet vallen voor niets. Ken je de naam Bracotrix? Weet die naam staat voor iets. Op mijn naam staan wat beats, op wat beats staat mijn naam. Ik ben gekomen in de naam van liefde en niet voor fam. Er wordt gespit, maar ik spit terug zoals een lama. Ik ga voor presidentschap, noem me Barack Obama. Osama, Osama, zet sukkels in dilemma. Net als beef met belasting. Ik ben begonnen met Kamakura in Den Haag. En ik doe mijn krachttraining bij Kneteman in Amsterdam, in Den Haag. En ik train in Amsterdam bij Moussi Gym. Ik probeer 3-4 keer in de week 's ochtends krachttraining te doen. En dan na avonden 3 keer in de week sparren sowieso. En de rest is allemaal pets, conditietraining. Maar mijn trainingen zijn meestal gewoon 2 keer per dag. Van maandag tot vrijdag en dan zaterdag pak ik weer 1 training. En dan heb ik zaterdagavond... zonder rust. De hype staat klaar, we zijn er. Ondergrondse koninkrijken komen de macht grijpen. We rollen met 8 keizers. Wat is er? Mensen vragen naar mijn shit, moet ik mijn kak spitten? Fuck het dag, het is nacht, Nika. Ik heb het incheck. Er is een draadje in mijn losse, niemand die te pluggen. Ik heb wel een aantal hoogtepunten gehad. Ik heb een aantal jaar terug heb ik. Vorig jaar heb ik gewonnen van Errol Zimmerman. Dat was een belangrijke winst in de Amsterdam Arena. Ja, iedere partij is gewoon belangrijk. Anderhalf jaar terug heb ik gewonnen van Hesdy Gerges, nu ook een hele grote jongen. Ook een heel belangrijke wedstrijd. Iedere wedstrijd is gewoon belangrijk op dat moment. Dus ze zijn allemaal voor mij belangrijk. De laatste wedstrijd was ook belangrijk, was de eerste partij voor een toernooi. Als je die had gewonnen, lag je er ook uit. Dus die ging ook heel goed naar mijn gevoel, alles klopte. Ik had de juiste krachttraining gedaan, ik had de juiste kickboxtraining. Conditie was gewoon goed, alles ging gewoon goed. Boeren met kiespijn laten opeens hun tanden zien. Grimy, ook al hebben ze de buurt opgeknapt. Bel me stel, plak die sticker op de fucking map. Even voor de duidelijk. Je kletspraat betekent niks, ik stuur je zuidelijk. Onder de gordel, ik hou ze laag terwijl ik soldaten lesgeef. Je favoriete 6G. Vecht, 30 januari vecht ik de halve finale van de Golden Glory toernooi.
vecht ik in België, Antwerpen volgens mij, maar wel sowieso in België, ik weet nog niet precies, volgens mij dacht ik dat het in Antwerpen was. Ik vecht tegen Brijs Udon, een Franse jongen, van Girodje. En dan vecht ik daarna 6 maart, de laatste 16 van het Showtime toernooi. En dit jaar begint het Showtime met een nieuw concept, hetzelfde als het K1 een beetje. Het is een eigen toernooi. En wat er naar mijn mening beter uit gaat zien dan de K1. Dat zijn hele goede jongens. Een aantal namen zijn al gevallen. Melvin Manu zit erin. Ignasov. Spong zit erin. Saki zit erin. Gitaan, trainingsmaatje van me ook erin. Het zijn hele goede jongens erin. Dus ik denk dat het echt oorlog gaat worden daar. Ja. De onthoofding van Babylon die stort ook in. Economieën die hele leeg verzieken en vele legers bedienen. Met water, eten, benzine, kometen, meteorieten. In december heb je de Final 8 van de K1. Finale en daarin staat Peter tegen Mighty Mo en naar mijn mening vindt Peter die wel makkelijk. Komt hij daar doorheen en dan waarschijnlijk staat tegen Sam Schild en dat zal Sam Schild een heel zwaar klaar van hebben.